1-2-test. Ja, ik ben wel voor me, maar niet met de microfoon, denk ik. Tom Petom is in de house. Zal even kijken of ik Tom kan vinden. Een momentje hoor. Open list. Dat video. Ik ga Tom even promoten tot co-host. Ik ga even mijn naam veranderen. Rename. Hey JR. Kom dan maar in. Hoor je mij nu? Ja, ik hoor je heel goed. Ja, alles goed. Ja, lekker man. Dus ben je lekker op Curaçao geweest, of niet? Een weekje of zo, of niet? Ja, een weekje. Ja. Ik moest even wat korter blijven dit keer, omdat mijn zoon vandaag jarig is. Dus, okay. Proficiat. Je bent donkerwit nou, hè, of niet? Ja, ik ben een beetje bijgekleurd, ja. Hartstikke mooi. Even kijken of er nog nieuwe mensen bij zijn. Want ik zie allemaal oude bekenden natuurlijk. Ten eerste van harte welkom iedereen. En wie van jullie is helemaal nieuw? Hageltje nieuw. Volgens mij geen enkele. En we zijn met een klein gezelschap. Ik zie onder de 20, Tom. Dus, ja, ik krijg weer geen reminder binnen, JR. Ik weet het niet. Ja, dan moet je bij Harm zijn. Ik weet het echt niet. Want wie van jullie heeft ook een reminder? Wie heeft geen reminder gehad van jullie? Oh, wacht even. Harm die heeft altijd natuurlijk die settings dichtgetimmerd. Met de chat. Die moet ik even aanzetten. Everyone. Oké, dus nu kan iedereen weer wat posten. Dus hartstikke mooi. Nou, welkom natuurlijk iedereen. Dus ja, hartstikke mooi. Hans is ook weer aanwezig. Heel mooi. En ja, dus degene die nieuw is, wie is echt helemaal nieuw? En ja, wat ik ook vervelend vind, we krijgen dus ook af en toe een reminder, maar heel vaak niet, hè, nog steeds. En de laatste reminder is voor mij van september. Ja, dat is apart, ja. Dus, wel echt, echt lang geleden. En ja, Marcel heeft de reminder wel gehad. Wim wel. Oké. Okay. Ja, maar zeg maar, de mensen die, zeg maar, die hem niet hebben gehad en niet aanwezig zijn, die horen we natuurlijk niet. Nee, klopt, dat is het vervelende. Even kijken, wat wil je vandaag weten, ladies and gents? Ja, we willen het nog hebben. Ja, we kunnen een soort open house doen van een Q&A-sessie, natuurlijk wel goed. Nou, goedemiddag allemaal. Misschien even eerst een vraagje. Wie van jullie zit nu nog niet in Bitcoin en heeft wel interesse om in Bitcoin te gaan investeren? Ja, Wim de Kaker. Oké. Ja, interesse, ja zeker. En alleen hoe, hè? Hoe moet je beginnen? Ja, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven. Zoals jullie natuurlijk ook weten. Ik heb er even een beetje te beginnen. Dat is natuurlijk mooi. Stap om iets mee te doen. Dus, Gerard zegt, ik hoorde dat er een hack was bij Binance. Nou, dat zou best wel kunnen, want ik werd vanmorgen ben ik gebeld, zogenaamd door Binance. En ik heb inderdaad een Binance account. Dus ik stelde de vraag van, je weet eigenlijk al, als je een callcenter op de achtergrond hoort, dan weet je eigenlijk al dat het, nou ja, dat het ellende is. Dus dan moet je de boel niet meer serieus nemen. Maar was van, ja, we zoeken meneer Peter, dus ik denk alsof ik zijn assistent was. En een beetje vragen, zeg maar. En was er van, ja, weet het, meneer Peter, die moet nog geld, heeft staan bij Binance en moet even inloggen, dus ik wil hem even daarbij helpen. Dus de eerste vraag die je dan kunt stellen, om jezelf te beschermen, is van, oké, dat klinkt goed. Het schikt nu eventjes niet. Kunt u alvast eventjes een e-mail sturen waar het over gaat? Ik neem aan dat het afkomstig is van Binance.com. Toen zeiden ze, ja, dat is goed. En daarna werd meteen de verbinding verbroken. Mm-hmm. Nee, dus dat is dus 100% indicatie dat het een scam is. Dus als je een e-mail krijgt, dubbelklikken dan altijd op. Kijk even naar de onderliggende URL. En als het naar Binance.com, nou, stuur dan nog eventjes een bevestigingsberichtje terug om te zien of het inderdaad daadwerkelijk naar Binance.com gaat. En ja, dan kun je vertrouwen. Maar over het algemeen geldt dat als mensen jou bellen,
dan is het eigenlijk al 95% van de tijd is het al ja. oplichting. Want ik word zelden tot nooit gebeld door partijen waar ik daadwerkelijk zaken mee doe. Die sturen gewoon netjes een e-mail met de juiste URL, dus de juiste website, om het even simpeler te zeggen. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Dat zijn alvast even wat tips die ik de nieuwe mensen kan geven. Heb je nog iets aan toe te voegen, Jan-Robert? Nou, dat ik onlangs een webinar heb gegeven over scams. En ik weet niet of iemand van jullie dat ook heeft gezien. Ik zal straks de link erin slingeren voor jullie. Dan kun je even kijken. Want je moet nooit... Wat ik eigenlijk wel kwaad over kan maken, Tom. Ik krijg heel vaak telefoontjes van iemand. Ja, belt hij mij op. Ja, ik heb die en die gesproken. En ben 10.000, 60.000, 100.000 kwijtgeraakt. Dan kijk ik in mijn archief en dan zeg ik, ja, ik zie niet dat iemand klant is bij mij. Zo. Ten eerste, waarom bel je dan mij? Als je naar een advocaat belt, dan ben je gelijk een paar honderd euro lichter. Maar dan vraag ik altijd, ja, wij geven zoveel waardevolle informatie, ook bij dit soort sessies. Ga nooit zomaar blind op iemand afstappen. Kijk, als wij een trade aangeven, gaat niet goed. Kijk, dat is een ander kaliber. Kijk, we hebben ook geen glazen bol. Maar als je dan ook met een klein bedrag begint en je gaat op een gegeven moment 10.000, 50.000 of zo erin, ja, dan vraag je zelf om problemen. En moet altijd goed nadenken. En wat ik ook opmerkte bij iemand die zei, ja, ik ben erin gegaan omdat er winsten werden voorgeschoteld. Ja, op een fake account. En je voelt hem aankomen, dan probeer je op de hebzucht te triggeren. Om bij te storten. Dus stort nooit gewoon bij. En als je gewoon twijfels hebt, slinger gewoon even een mail naar ons. Dan kun je altijd kijken, ook al heb je dan geen service afgenomen, daarvoor al. Dat vind ik niet erg. Maar ga dan niet bellen als de kalf verdronken is. En dat vind ik een beetje apart. Want we waarschuwen altijd. Dus pas gewoon op. En wat Tom terecht zegt, ik krijg ook elke dag 2-3 telefoontjes op een dag van die scammers. Dus moet ik gewoon uitkijken. Ja, en met twijfel altijd even... Eigenlijk is het heel simpel, als zij jou bellen, hè, dus als je geen informatie hebt aangevraagd, of je kan je niet herinneren dat je informatie hebt aangevraagd, zij bellen jou, dan weet je het is een scam. Dus ook al is het verhaal nog zo mooi, ga daar dan maar van uit. En als je echt twijfelt, dan stuur je Robert of mij even een berichtje. Dan kunnen we het er echt wel eventjes over hebben. Of Dat is eigenlijk gewoon de tip. Ja, en wat je ook moet doen, hè, als je bij Binance zit, of bij Bitfavo, je kunt namelijk een anti-phishing code toevoegen. Dus ik heb al Dutch Crypto Trader. Dus als Binance mij een mail stuurt, dan staat erbij Dutch Crypto Trader code. En dat is alleen zichtbaar voor Bitfavo of Binance. En wat Tom ook zei, als je wordt gebeld door iemand en je zegt stuur een mail... Nou, dan weet je gewoon dat als het van een andere iemand is afkomstig is, dat het een scam is. Nou, pas in ieder geval mee op, inderdaad. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Oké, voordat ik zeg maar weer helemaal ga aftrappen, alhoewel ik niet een ontzettende hoge of langdurige presentatie heb voorbereid voor vandaag, wil ik eventjes weten wat er nou speelt bij jullie. Zitten jullie in de markt of willen jullie in de markt en je twijfelt over het timingmoment? Of zijn er dingen dat je niet weet welke broker je moet starten? Of zijn er andere dingen waar je nu vragen over hebt? Kijk, dit is het moment. We zitten vandaag met een redelijk overzichtelijke groep. Dat is gewoon prima. Dus voel je vrij om die vragen te stellen. We hebben er ruimte voor. In ieder geval, we maken er ruimte voor. En dan kunnen we het erover hebben. En dan ga ik die vragen beantwoorden. Ik neem het mee in mijn presentatie. En dan ga ik daarna door. Naar waar ik denk dat de markt nu staat en waar we de komende periode naartoe gaan. Want het is nu een hele interessante periode. We hebben natuurlijk gezien dat de markt al een behoorlijke periode zijwaarts gaat. En dat is niet typisch voor Bitcoin. Ja, het is wel typisch voor Bitcoin. In de zin van, meestal als dit gebeurt, als deze periode... Oké, wacht, er komen inmiddels wat vragen binnen. Laat ik eerst, voordat ik mijn verhaal afmaak, eventjes de vragen gaan beantwoorden. Ed vraagt, ik zit met een kleine teen in BTC, maar hoe op te bouwen? Zijn ETF BTC's naast BTC een optie? Nou,
Een ETF zou ik sowieso niet doen, want het is alleen maar een extra kostenpost. Dus bij beleggen geldt over het algemeen, houd je transactiekosten zo laag mogelijk. Dus als jij tegen nul kosten in een BTC kunt zitten, dan zou ik dat altijd doen. Plus het feit dat wanneer je naar een ETF gaat, dan creëer je counterparty risk. En dus het risico dat de ETF, organisatie, dat daar iets mee gebeurt. Het beste is dat wanneer je een BTC-positie wil opbouwen, dan heb je voor een trading account, die hou je aan op een exchange. En voor je lange termijn BTC, die hou je aan op een ledger. Dat is een klein stikje. En daarmee ben je dus helemaal beveiligd. Er kan niemand bij je bitcoins komen. Ook de overheid niet. Dus dat zou ik dan in ieder geval kopen. Dan ben je iets van 120 euro ben je kwijt. En als je bitcoin is 100% veilig. Dat is nog nooit gekraakt. Dus dat zou ik je adviseren. Ik moet even scrollen nu, want er komen nu meerdere dingen binnen. Mooie vraag. Is Ripple interessant, vraagt Martin Visser. Ripple heeft het relatief goed gedaan, hoorde ik gisteren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de laatste tijd niet naar Ripple gekeken, omdat ik in deze fase van de Bitcoin-cycle niet in altcoins investeer. Maar Ripple is natuurlijk wel een altcoin die al een aantal cycli heeft overleefd. Dus in die zin is het een betere altcoin. Maar persoonlijk ben ik het liefst een Bitcoin maximalist. In ieder geval in deze fase. Daarnaast Ethereum. Dus kom bij mij. Ja, in deze fase zit ik persoonlijk. Kijk ik helemaal niet naar altcoins. Dus misschien meer een vraag voor Jan Robert. Jan Robert is meer gespecialiseerd in altcoins. Ik doe meer Bitcoin en Ethereum. En pas volgend jaar ga ik kijken naar altcoins. Dus als we weer aan de bodem van de cyclus zitten qua tijd, dan ga ik pas weer een beetje kijken naar altcoins. En dat doe ik dan vanuit trading perspectief. Dus niet vanuit lange termijn buy and hold. Dus niet zoals met aandelen dat je het lange termijn vasthoudt. Dat komt omdat heel veel altcoins, die gaan maar korte termijn zijn ze succesvol. Er zijn volgens mij, ik las laatst een artikel, dat er nu iets van 15.000 coins volgens mij al zijn opgehouden te bestaan. Dus het geeft aan dat in de crypto winter gaan altcoins zijn zeer risicovol. Waar je dus potentieel ook al je geld kan verliezen. En ik ben een lange termijn crypto belegger. Dus ik wil ook dat ik en mijn klanten gewoon lange termijn succesvol zijn met crypto. En dan kun je niet veroorloven om een keer een 100% verlies te krijgen. Ik moet wel even nu blijven scrollen, want nu beginnen de vragen wel goed binnen te komen. Welke broker voor crypto adviseer je voor beginners? Ik zou kunnen zeggen Bitfavo. Dat is voor een Nederlandse partij, gericht op de Nederlandse belegger. Dat zou ik je adviseren. Echter, Bitfavo is wel relatief duur. Je betaalt 0,25% voor elke transactie. Dus Bitfavo kan. Maar wat ik je eigenlijk adviseer, neem een uurtje consultancy af bij mij of bij Jan Robert. Dan leggen we je helemaal uit hoe andere brokers werken. Dan ben je één keer 125 euro kwijt. En dan kun je daarna tegen veel lagere tarieven voor altijd in crypto beleggen. Dus ja, dat is even een investering van één keer een uurtje. En daarna dat verdien je in no time, heb je dat alweer terugverdiend. Ik ben al lang bezig met aandelen en opties. En is overzichtelijk. Met crypto vind ik het zo ondoorzichtig. Nou, Adrie, eerlijk gezegd, als er iets doorzichtig is, is het crypto. Alleen je moet even weten hoe het werkt. Nou, ik denk, met opties heb je ook geleerd hoe het werkt. Met delta's, gamma's, theta's. Opties schrijven, optie kopen. Optiestructuren. Dus neem even de tijd om je erin te verdiepen. Want als er namelijk één doorzichtig product is, één transparant product, dan is het wel crypto. En het hele idee van crypto is juist transparantie. Dus lees je er even over in. Ga eens ook eventjes naar mijn blog toe. cryptosignalen.com/blog uit mijn hoofd. Nou, in ieder geval, je ziet gewoon een blog zie je staan. Heb ik een aantal artikelen en video's over crypto. Allemaal gratis toegankelijk. Dus als je daar gewoon begint, dan heb je al een hele goede plek om je wat meer in te lezen. En neem gewoon even de tijd om je daarin te
verdiepen. Als je Jan Robert een grote link mee te slingen, dus kan ik, ja, moet ik weer gaan spiegelen. Maar dan moet je zelf inzetten voor jezelf. Even kijken hoor. Ja, die link voor mezelf gooi ik straks wel in. Wat is jullie mening over XRP? Nou, ja. Ja, wat beantwoord. Die laat ik even van je horen, want het is een altcoin en ik kijk nu niet naar altcoins. Ja, over goede brokers, ook daarvoor verwijs ik weer naar mijn blog. Dan krijg je ook, als je via die links, zeg maar, optekent, krijg je ook een korting bij Bitfavo, Binance en FTX. Qcoin is ook een goede partij. Theo Mulder zegt, de koers van Ripple is 51 cent. Oké, en nou ja, de zaak van de SEC. Ja, dat is natuurlijk iets wat nog speelt. Welke maand volgend, wacht even, eerst even, Theo zegt Ethereum 1300, Bitcoin 19.300. SJ zegt, welke maand volgend jaar wat, SJ? De rechtszaak, de koers, ik weet niet goed wat je bedoelt. Nou, en Robert gooit er een aantal links doorheen als je zijn boek wil kopen of starten met zijn gratis nieuwsbrief. Nee, mijn gratis nieuwsbrief vind je gewoon onder cryptosignalen.com en dan onderaan de pagina. Is het een goede strategie om maandelijks een vast bedrag aan Bitcoin en Ethereum te kopen bij Bitfavo, ongeacht de koers? Ja, ik denk wel. Ja, dat is een strategie die je kunt volgen. Het is niet mijn favoriete strategie. Ik ken die strategie natuurlijk wel, maar dat is niet mijn favoriete strategie. Om een voorbeeld te geven, er zijn ook andere crypto-experts die hier heel erg voor pleiten. Alleen het punt is nu dat de afgelopen periode hebben ze dat dan gedaan en ze staan nu gewoon op een verlies. Terwijl bijvoorbeeld als je mijn strategie had gevolgd, hè, dan hadden we van juli, ik moet hem even updaten, maar van juli vorig jaar naar juli dit jaar tot en met, had je plus 135% gemaakt. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met negatief. Dus als je mij vraagt wat is dan een betere strategie, ja, dan kies ik voor jullie plus 135% en niet voor een negatief rendement. Je zei volgend jaar als de tijdcyclus afgelopen. Je zei volgend jaar als tijdcyclus afgelopen, wil je weer lange termijn in Bitcoin investeren? Welke maand volgend jaar? Nee. Ik wil altijd in Bitcoin investeren, maar dan wil ik ook in altcoins weer gaan investeren. Dus het idee is zeg maar om wanneer de markt is uitgebodemd, dan kun je meer rendement halen met altcoins. Net zoals dat je wanneer je bij de top van de markt zit, dan gaan altcoins meer naar beneden. Dus je kunt meer, met altcoins kun je meer verliezen en meer winnen. En over het algemeen verlies je meer. Is mijn mening. Wat is jouw strategie, Tom? Nou, Gerard, ik denk dat je dat zal ik zo direct laten zien. Voor de vaste kijkers, mensen weten dat inmiddels wel. Ik heb een trendvolgend model gemaakt voor de handel in Bitcoin en Ethereum. En het idee is eigenlijk, ja, handel met de trend. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. Dus als het zakt, verkoop ik. En als het stijgt, koop ik. Ja. Ik zal het zo direct laten zien, Gerald. Ik zal ook even inloggen, zodat je ook even live mee kunt kijken. Ik ben altijd volledig transparant daarin. En hier ook vind je ook meer informatie op cryptosignalen.com. Ik zal ook misschien even... is nu wel even een handig moment om ook even mijn eigen link erin te zetten. Moet ik even naar een andere pagina. Nou, dit is... Even kijken hoor. Dit is mijn website. Kopie. Nou, moet altijd het switchen tussen twee verschillende dingen. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Nu ben ik weer die Zoom link kwijt. Nou ja, Robert, gooi jij anders maar eventjes wat erin. Dan ga ik ondertussen weer even op zoek naar waar de link waar die spullen staan, zeg maar. Ja, is goed. Ik zal even kijken. Want kijk, je moet ook volgens mij anticyclisch te werk gaan. Want ik hoor ook heel veel. Ik heb wel een aantal toestroom van nieuwe beleggers, ook in de crypto's. En juist omdat ze zien dat je juist in dit soort momenten moet investeren. Al dan niet in kennis. Kennis is macht natuurlijk. En eens even kijken hoor. Even kijken of ik die in kan zetten. Dat is, ik heb een nieuw programma. Dat is een standalone van Zoom. En dat ziet er allemaal anders uit. Waar ben je? Want ik zie Tom wel ergens in een hoek flippen. Nou, jij flipt natuurlijk niet, maar... Het programma. Ah ja, hier. Oké. Okay. Kijk, dan heb ik hier...
Nou, momenteel, het blijft geen twijfel dat we momenteel een behoorlijk downturn in de markt hebben. Extreme fear, wat voor reden ook, of nou inflatie is of de Oekraïne-oorlog, whatever. We kunnen beter in dit soort tijden investeren. En op zich ben ik wel voorstander van dollar cost averaging, dat je in elke periode en maand wat gaat doen. Alleen je kunt ook nuance aanbrengen, dat Tom ook een keer aangegeven, dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, oké, ik ga het wel doen, behalve als de, of ik ga pas bij een x-percentage min bijkopen. Dat is namelijk ook een, of bij een percentage plus stijging, dan ga ik bijkopen. Maar momenteel zien we dus duidelijk een extreme fear and greed index in de markt. Nou, en wat ook een punt is van aandacht, is dat crypto's gaan dubbel zo hard namelijk omhoog en naar beneden als de markt natuurlijk ook fluctueert. Nou, we hebben dus ook afgelopen vijf uur een downturn in de market gezien. De vraag is voor mij ook Columbus Day, maar ik weet niet of dan ook de Amerikaanse markt ook vandaag open zijn of niet. Maar het gaat erom dat, dit is dan een performance afgelopen, even kijken hoor. Afgelopen periode, ik weet niet welke periode dit is, maar even kijken, de chart moet ik even bijpakken. Kijk, dit is het hele verhaal. Dit is dan ook, dit kan uitgedrukt in dollar dan wel euro. En dan zie je dus dat eigenlijk dat we dus nu grosso modo bezig zijn met een basevorming van de meeste coins ook. Ethereum ook, XRP. Nou, XRP is een witte raaf op de cryptomarkt. Er zijn inmiddels meer dan... Robert, ik zie geen... even kijken hoor, ik weet niet of je iets wilde presenteren. Maar is dat zo? Want, hoe kan dat? Ik kijk naar jouw gezicht nu. Nu dan. Deze. Nu voor mij wel grafiek, of niet? Ja. Klopt dat? Ja. Dankjewel voor je attentie trouwens. Nee, want je ziet dus ook op finvis.com de markt behoorlijk onder druk staan. En je ziet wel een consolidatie boven de lows van september/oktober met lichte hoge bodems. Dus het zou een voorbode kunnen zijn voor verder stijgingen. Alleen het is natuurlijk nog geen garantie. En we hadden het ook over de XRP. Nou, XRP is een van de witte raven, zoals je ziet. Op de markt. En dat is ook een coin die zich al een hele tijd bewezen heeft. Dus ik wil niet zeggen een safe bet, maar als je XRP in portfolio hebt, dan heb je eigenlijk kans verslagen. Maar je moet sowieso als investeerder en zichzelf respecterende belegger, crypto trader, moet je ook een Bitcoin en Ethereum sowieso hebben. En dan kun je natuurlijk ook korte termijn handelen eventueel wat je wilt. Door dus een verkoop op een bepaald moment. Ja, voor mij heeft Tom ook een strategie. Waarbij signalen of je traders vergelijken kunt volgen. Ik doe het alleen maar met altcoins. En minder, eigenlijk niet met Bitcoin. Want dat is een andere tak van sport ook. Nou, een tak van sport. Dat is, ik heb gewoon een andere portefeuille ervoor. En dit is in ieder geval wat ik u wilde aangeven. Als het goed is, zie je ook de Fear and Greed Index van de markt, maar nu heb je natuurlijk extreme fear en dat is namelijk ook niet zo verrassend dat je dit ziet om wat er ook allemaal speelt in de markt. Wat ook een aardig ding is wel over de hash rate, hè? Die is ook behoorlijk opgelopen. Als het goed is zien ook de hash rate weer nieuwe all-time high van 257, is er 1000 miljoen of zo terahashes? Ik kan het geen eens uitspreken. Ja, voor mij een miljoen is dat. 257 miljoen. Dat betekent dat heel krachtig netwerk is nog steeds. Hè? En het is nooit gehackt, wat Tom ook terecht heeft aangegeven. Dus als jij sowieso iets in de crypto wil doen, ja, dan moet je sowieso uiteraard Bitcoin in portfolio hebben. Heb jij inmiddels jouw grafiek al bij kunnen vinden of niet, Tom? Ik zag mensen ook wat vragen doorkomen. Even kijken, als jij zegt van wanneer is die markt dan uitgebodem volgend jaar, welke maand? Ja, dat weet ik nu nog niet. Ik weet wel ongeveer wanneer dat kan gebeuren. Nu maar als jij. Als je nu naar grafieken kijkt, dan zie je gewoon hoge bodems. Over de afgelopen maanden met koopdruk. Je ziet nog niet echt een opwaartse druk. Maar ik vraag me af, ik weet niet of je ook al in de crypto iets doet, SJ. Maar als je nu niks doet, jammer dan wel. Als Bitcoin misschien op 70.000 staat. Maar je moet wel op positieve signalen wachten. En
dat ben ik wel in de lijn met Tom ook eens, dat moet echt een impuls hebben dat je de crypto winter achter je laat. En dat is namelijk ook dat Bitcoin weer gaat stijgen. En die zal ook de andere alts weer meenemen. Maar goed, ja. Moet nog blijken. Ja, ja, dus mijn antwoord is in ieder geval ik denk persoonlijk nu niet. Dus ik heb een andere visie nu dan jou, Robert. Ik sluit niet uit dat we nog een klap naar beneden gaan krijgen. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik volg puur mijn systeem. Kom ik zo direct ook op terug. Tom, koop en verkoop je ook steeds BTC in deze zijwaartse markt? Of wacht je af? Maar ik volg puur mijn signalen. Dus als het zijwaarts is, ja, dan maken we... Ik heb wel vaker mijn grafiek laten zien. In een zijwaartse markt maken we kleine winstjes of kleine verliesjes. En zodra als dan die trend komt, dan hebben we hem goed te pakken. En dan pakken we grote winsten. Theo zegt, the trend is your friend, dus laat het aan de expert over en je hoeft je nergens druk over te maken. Ga je lekker achteroverleunen. Nou, dankjewel Theo. Ja. Weet je wat, misschien is het ook wel leuk om gewoon even gelijk naar mijn systeem te gaan. Dan hebben we dat in ieder geval even besproken voor vandaag. Dan moet ik wel even de boel weer opstarten. Dan moet ik even kijken of ik dat even nu zo snel kan activeren, want ik heb inmiddels behoorlijk wat schermen openstaan. Even naar mijn remote desktop. Ik zal het eerst eventjes opstarten voordat ik hem kan delen. Nou, die staat aan. Dan gaan we even naar share screen. En dan komen we als het goed is gelijk bij mijn scherm terecht. Oké, neem aan dat we dat allemaal kunnen zien wat ik hier nu voor me heb. Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, je ziet dus zeg maar helemaal linksboven aan het scherm. Dat kun je eigenlijk net niet zien. Maar daar staat dus een rood pijltje. Dus even kijken of ik die weg kan halen. Zo, ja. Als jullie een schermpje aan, nou, dan gaan we verkopen. Dat is op een koers van ongeveer, nou, laten we zeggen $30,000. Dan kopen we dat terug op een koers van, nou, laten we zeggen 20.500. Dat is dan weer zo'n grote trade waar ik het over heb. Nou, dan zie je een paar, zie je dan een klein winstje. Klein winstje, klein winstje. Nou, dan een redelijke winst. Dan een break-even trade. Nou, en net hebben we een klein verliesje hebben we gehad. We gingen er volgens mij met een paar honderd dollar verlies gingen we eruit. En we zitten nu in een short positie die nu een paar honderd dollar in de winst staat. Dus het systeem bestaat uit twee trendvolgende indicatoren. Als de indicator rood is, dan is er een downtrend. Als die blauw is, is er een uptrend. En als ze alle twee dezelfde kant erbij zitten, dan krijg je een pijltje. Dus nou ja, dit is feitelijk het systeem. Hoe werkt het dan voor jou als klant? Je hoeft het niet te installeren, je hebt geen softwarekosten, je hebt geen moeilijk gedoe. Nee, je krijgt gewoon een berichtje op je telefoon. Er is nu een uptrend of er is nu een downtrend. Hè? Oftewel kopen, verkopen. En dan leg je een order in. Nou, het gaat ook niet de hele dag door, want het is de 4-uurs grafiek. Dus als je er even een uurtje naast zit, ook geen enkel probleem. Dus voor mensen die bijvoorbeeld een baan ernaast hebben, of gewoon een heel actief sociaal leven, of op vakantie zijn zoals ik vorige week was. Nou, is gewoon ideaal. Af en toe kijk je op je telefoon of je doet een pushberichtje. En je ziet wat je moet doen. En je legt je order in. En het is gewoon klaar. Het is gewoon heel lifestyle gericht. Dat je gewoon op een relaxte manier toch de trends kunt volgen en mee kunt handelen. Ik heb al gesproken over de rendementen. Die waren heel erg goed. En zijn op dit moment ook nog steeds gewoon prima. Afgelopen periode, dus deze zijwaartse periode, ja, dan verdienen we natuurlijk weinig. Maar dat is ook logisch, want als de koers niet beweegt, ja, dan kun je ook weinig verdienen. Zo direct gaat de koers weer bewegen, dan komt die klapper en dan, dan ga je weer verdienen. Dus dat is een beetje hoe het werkt. Ik zal even op stop zetten, zodat ik ook weer vragen en dergelijke kan zien. Heb je wel stemmen met leverage, Tom? Is dat een vraag die doorkomt of het met leverage werkt? Dat bepaal je zelf. Werkt jouw systeem met leverage? Ja, Hans, dat bepaal jij. Jij krijgt de signalen.
Dus, maar het rendement wat ik heb besproken, 135% was zonder leverage. Dus kun je nagaan, als je leverage gaat toepassen, stel je had 1 op 10 leverage gehad, dan had je 1350% rendement gehad. Dus, maar de leverage bepaal je zelf. Is dat gerekend, Tom? Wat voor kapitaal heb je nodig? In principe bepaal je dat ook zelf, hè? Want je kunt bitcoin in elke hoeveelheid kun je handelen. Je kunt zeggen, ik koop 1 bitcoin, ik koop 10 bitcoins, of ik koop 1/100ste van een bitcoin. Iedereen bepaalt dat zelf. Ik kan natuurlijk niet kijken in iemands portemonnee, maar inderdaad, Theo zegt terecht, ik adviseer minimaal $5,000. Uiteindelijk is het de keuze van de mensen zelf, want nogmaals, ik zit niet aan de knoppen, ik geef alleen de trend aan. Wat mensen daarmee doen, is helemaal aan hunzelf. Hè? Dus ik bedoel, als je zegt van nou, ik doe dit als enige systeem, dan is dat prima. Als je zegt van nee, ik heb hiernaast, weet ik veel, lees ik het nieuws, of heb ik nog andere systemen, of mensen bepalen dat helemaal zelf. Hans zegt, je koopt en verkoopt dus niet via jouw systeem, maar via je eigen broker. Ja, Hans, dat is helemaal correct. Ik geef een signaaltje op je telefoon. Bijvoorbeeld, de trend is omhoog kopen, of de trend is naar beneden verkopen. En wat je daarmee doet, dat doe je helemaal zelf en via je eigen broker. Het is wel zo dat ik op mijn website een aantal links heb gezet, waardoor je dus korting krijgt via de beurs. Dus of FTX, of Qcoin, of Binance, of Bitfavo. Maar uiteindelijk, ook dat bepaal je zelf. Als je daarbij hulp nodig hebt, wat we wel aanbieden, is mensen die onze klant worden, die krijgen daarna niet alleen de signalen, maar die krijgen ook een uurtje consultancy, of althans net zoveel als dat je nodig hebt. Dus als je vragen hebt van hoe werkt dat, hoe open ik een account, hoe stort ik geld, ik krijg gewoon mijn data en dan kun je gewoon rechtstreeks met mij communiceren en dan help ik je gewoon. Dus het is niet zo dat ik je in één keer laat zwemmen. Verkoop je al je coins bij een verkoopsignaal? Je kunt twee strategieën doen. Je kunt zeggen van, ja, dat doe ik. Dan handel je puur volgens mijn systeem. Maar je kunt ook zeggen van, nou, ik ga daarnaast ook bijvoorbeeld zo'n DCA-strategie doen. Wat we net bespraken, dat je bijvoorbeeld zegt, elke maand ga ik een stukje kopen. Nou, zo heb ik heb nog een andere geavanceerde DCA-strategie. Maar die wil ik alleen aan mijn klanten ter beschikking stellen. Een signaal wordt niet altijd uitgevoerd omdat er een limit ingegeven wordt. Kan dat ook anders? De limit is zeg maar het signaalniveau. Of je dan, stel je bent iets later, dus je leest hem iets later. Stel we krijgen een koers op 19.600. En er is iets van vertraging, waar dan ook. Of aan mijn kant dat ik net niet snel genoeg ben, of aan de kant van de klant. Dan weet je in ieder geval dat zeg maar het signaalniveau was. Dus dat zeg maar, het systeem geeft gewoon real-time een signaal. Dus het systeem gaat verkopen en dan is het nu. Dus de enige vertraging die er kan zijn, is of dat ik, eens even kijken. Nou ja, sowieso, mijn klanten die krijgen het rechtstreeks op de telefoon binnen. Maar als ik bijvoorbeeld via traders vergelijk handel, dat is dan een derde partij, dan moet ik vervolgens dat signaal moet ik handmatig in gaan voeren. En dan kan er vertraging optreden. Dus zeg maar de klanten die rechtstreeks bij mijn klant zijn, die krijgen gewoon vanaf de server, krijgen ze real-time het signaal. Dus daar is nooit de enige vertraging. Dus de enige vertraging die dan optreedt, ligt bij de klant. Als we echt hebben over traders vergelijken, traders vergelijken heeft nog geen real-time interface. Dus dat betekent dat ik krijg, net zoals alle klanten, krijg ik mijn signaal binnen op mijn telefoon. En ik moet dan, bij traders vergelijken, moet het signaal gaan invoeren op hun server. En dan krijgen de klanten het. Dus als je het zo snel mogelijk wil hebben, dan word je rechtstreeks klant bij mij. Heb je real-time alle signalen. En via traders vergelijken doe ik het zo goed en zo snel mogelijk als ik kan. Dus dat is het verschil. Je moet gewoon de hele limiet-discussie. We moeten voornamelijk vanuit traders vergelijken hoe limiet meegeven. Je moet gewoon zorgen dat die trade gaat. En kijk, die bitcoin gaat echt $500 heen en weer binnen een minuut soms. Dus zorg gewoon als je een signaal hebt, short of gewoon eruit of kopen van Tom. Zorg dat je als een signaal is binnengekomen, zorg dat je gewoon uitvoert. En dan dat is eigenlijk de beste tip. Want met de vertraging kan je bij wijze van spreken
200 eronder zitten, maar ik kan ook een keer 200 erboven zitten. Dus, ja, ja, precies. Ja. Wat ik nog mee wilde geven was eigenlijk aan... Wacht voor... Hans, zeg je handel dan met marktorder op je spotaccount? Ja, dat kan. De markt is dik genoeg voor een marktorder, ja. En nogmaals, we hebben het over 4 uur grafieken, dus het is ook weer niet zo dat, dat elke seconde telt. Weet je, eigenlijk heb je nog tijd zat. Ja, om een voorbeeld te geven, het laatste signaal kwam volgens mij op 19.621. Dit keer was ik bij traders vergelijken, was ik iets te traag. Dus zat ik er volgens mij iets onder. Maar daarna steeg de markt weer wat. Dus ja, we zijn nu zeg maar 1,5 dag verder volgens mij. En we zijn nu pas wat lager. Volgens de jaren krijgt de klant gemiddeld per dag om te handelen. Nou, je krijgt geen eens een signaal per dag. Je krijgt misschien een signaal in de week. Zo moet je het ongeveer zien. 1 of 2 in de week. Dus het is gewoon heel relaxed handelen. Het is echt geen stressvol gebeuren. Ik vind het vreemd dat het op de 4 uur chart gaat. Waarom? Ja, je moet ook altijd rekening houden, zeg maar, met handelskosten. Hè. Kijk, er kan zoveel gebeuren. Ja, dat klopt. En dat vindt zich dus ook weer in de trend. Kijk, het nadeel, zeg maar, van mensen die op elk nieuwtje willen berichten, willen traden, is dat je heel vaak, hoe noem je dat? Op ruis aan het handelen bent. Je handelt met elk tikje handel mee. Oh, het stijgt, ik moet kopen. Oh, het zakt, ik moet verkopen. En daardoor is het elke keer dat je net een beetje ernaast bent. Je maakt ontzettend veel transactiekosten, ontzettend veel commissieslippage. En per saldo verdien je niet zo heel veel geld. Kijk, nogmaals, 135% in een jaar zonder leverage. Met een beetje leverage erbij. Doe dat keer 2, keer 3, keer 4. Dus zo slecht is dat helemaal niet. Even kijken, maar dan meerdere crypto's in één keer. Het kan zijn dat crypto, dat bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum hetzelfde signaal geven. Het kan ook zijn dat dat ze op een andere manier bewegen. Klopt dat signalen ook weer teruggetrokken worden? Sommige berichten zijn ineens later weg. Nee, wat ik nu heb is dat ik soms meerdere signalen dezelfde kant op geef. Dat is iets waar ik nog... soms krijg ik een bevestiging van een koop. Dus dan krijg je bijvoorbeeld koop en dan 4 uur later krijg je nog een keer een koop. Die signalen haal ik wel eens weg. Want het is gewoon koop, verkoop. Dus dubbele signalen haal ik wel eens weg. Want het zijn gewoon bevestigingen en het is gewoon verwarrend. Dus ik haal het wel eens weg in mijn groep. Ik denk dat eruit ga programmeren. Want het is gewoon koop, verkoop. Dus koop, kun je gewoon negeren. Even het uitgezommen, de 4 uur grafiek, onderzoek. Ja, dat klopt inderdaad. Als Theo zegt, laat het er Tom over. Anders ga je het zelf doen met bijvoorbeeld het money-to-work systeem. Ja, dat kan. Nogmaals, mijn systeem kan ook op kortere termijn. Maar het wordt er niet per definitie altijd beter op. En je moet ook nadenken van... wat wil ik? Wil ik echt, stel bijvoorbeeld, ik ga de kwartierbasis handelen. Wordt je leven daar relaxter voor? Weet je, dat je bijvoorbeeld continu achter dat scherm moet gaan zitten. Continu, de een vindt het hartstikke leuk. Nou ja, ik persoonlijk niet. Ja. Stel ik zou 10 keer het rendement maken met een kwartiergrafiek, dan zou ik het overwegen. Maar dat is gewoon niet zo. Dus ik doe dan te veel concessies qua lifestyle. En uiteindelijk ook qua rendement. Want geloof me maar, het gaat er niet beter op worden met de hele dag tiki-taki. Dat zijn de vragen. Dan ga ik er even naar een ander scherm. Even de chat weghalen. Goed, dit is natuurlijk mijn website voor de mensen. Hè. Als hier is het blog. Dit is een voorbeeld van een blogartikel. Dat is een videootje over hoe Bitcoin werkt. Misschien wie zal alles maar doorlopen. Dat is weer wat anders.
Ik loop gewoon even mijn openstaande tabbladen door. Wat wel een interessante is, nou is nog eventjes, Jan-Robert had het net al eventjes over een sentimentsindicator. Nou, ik kijk ook wel eens naar een sentimentindicator van een bedrijf Augmento. Die hebben dan op basis van social media en zoektermen binnen social media, hebben ze een sentimentindicator gemaakt. En die indicator die fluctueert dan tussen de 0 en de 1. Nou, 0 wil zeggen het is extreem negatief. En 1 wil zeggen het is extreem positief. Nou, op dit moment staat die indicator op 0,36. En de zoektermen die gebruikt worden, dan kunnen we even kijken, zijn community, prediction, security, short-term trading, technology. En hetzelfde volgens mij geldt voor... Oké, dat zijn gewoon nu de zoektermen die er gedaan worden. Je ziet wel een verschil in sentiment tussen bijvoorbeeld Reddit, Twitter en Bitcoin Talk. Bij het sentiment op Reddit wat positiever is dan het sentiment op Twitter. Ik had nog een andere openstaan en dat was deze. We hadden het net over de transparantie van crypto. De blockchain wordt alles vastgelegd, wordt alles gecommuniceerd. En daardoor kun je dus ook volledige analyses maken. Van bijvoorbeeld, wat kost het nou om een bitcoin te produceren? Nou, de bitcoin op basis van het huidige productieproces ligt rond de $12.000. Echter, in 2024 wordt de beloning voor de miners wordt weer gehalveerd. En dan stijgt de kosten van productie per bitcoin naar $24.230 per bitcoin. Nou, dat geeft een gemiddelde dus van zo'n $17.000 per bitcoin. En de verwachting is dat daar in ieder geval op korte termijn dat een beetje een soort van steun in de markt zou moeten zijn, omdat het over het algemeen niet heel lang daaronder bevindt. En de absolute bodem zou moeten zijn rond de $12.000. Dus dat zijn dingen om in de gaten te houden. Dat mochten we een spike krijgen, een panieksituatie, dan zal die waarschijnlijk eindigen zo rond de $12.000. Nou, als we gaan kijken naar het technische plaatje. Dus even kijken of we waar ik die heb openstaan. En anders open ik die gewoon nu even. Ja, dus Bitcoin. Oké, daar komen we zo direct wel even op. Ik zit even te denken. Welke pakken wij ook altijd weer voor de technische analyse, Jan-Robert? TradingView. Ja, TradingView. Nou, dankjewel. Nou, Bitcoin is, of mijn internet is vandaag ook weer een beetje langzaam. We hebben nog die Curaçao's snelheid. Ja, die heeft zich lekker aangepast aan het Curaçao's ritme. Ik eerlijk gezegd ook wel, vind ik eigenlijk best wel lekker. Heb je wel Mango Beach gefrequenteerd of niet? Wat zei je? Heb je ook Mango Beach gefrequenteerd of niet? Ja, tuurlijk, Mambo, Jantiel. Ja hoor. Lekker gezwommen met schildpadden. Kijk, gewoon het goede leven. Kijk, we hadden net over lifestyle. Je moet ook een beetje volgende gewoon... keer gaan met je mee. Ja, nou ja, prima. Zeg maar wanneer. Daar een Crypto Monday, ja. Nou ja, serieus. Zeg maar wanneer je wilt gaan. Ik boek gelijk. Dus wat ik net over had. We bevinden ons in een zijwaartse markt. Je ziet eigenlijk dat we de afgelopen maanden per saldo lager zijn. En als je een beetje gaat kijken, dan zou ik dit beschouwen als een bearish patroon. Dus wat ik verwacht, is dat we nog één keer een spike naar beneden krijgen. Nou, zoals jullie net hebben gezien, is mijn trainingssysteem heeft ook een verkoopsignaal afgegeven. Dus de klanten zitten, als het goed is, short. Dan wel uit de markt. Dus dit is nu even de situatie. We zien een proces van lagere toppen en eigenlijk nog dezelfde bodem.
Maar je zou dit kunnen beschouwen als een bearish patroon. Ik denk dat we dus nog één keer deze beweging gaan krijgen. En ik verwacht daarna wel weer een herstel. Maar goed, het systeem geeft short. Dus ik denk dat het systeem daar ook weer van gaat profiteren. Van deze short trade. Ik denk dat hij nu langzamerhand aan het opbouwen is. Het kan zijn dat we eerst nog even een continuatie krijgen van dit patroon. Even een hertest hier. En dan weer even wat herstel. Maar per saldo vind ik het er wat bearish uitzien. We hadden natuurlijk wel eventjes dit herstel, maar dit proces hier was al wel, nou ja, je zag hier eigenlijk al dat de vorige top niet meer significant overschreden werd. Zou je kunnen zeggen als een fake breakout. Nou, we hebben eigenlijk bijna deze oude bodem ook aangetikt. Hè? Dus je zou het kunnen zien als een traditionele retracement tot aan de 25.000. Ja, en nu dus naar mijn verwachting een continuatie. En het worden inderdaad naar beneden. Die low van afgelopen juni, juli of zo, dat is cruciaal ook, hè? 17. Ja, dat zou dan zijn, zeggen 17.600. Dat is wel het minimale target wat ik verwacht. Het zou mij ook niet verbazen als we één keer een capitulatie-event gaan krijgen. We hebben net gesproken over de kostprijs van de miners. Over het algemeen zie je dan bij echte bodem dat miners capituleren, hun voorraad bitcoins op de markt gooien om te kunnen overleven, productie uitzetten. Ik denk dat zo'n capitulatie-event nog een keer gaat gebeuren en dat dat de absolute bodem wordt. Dus voor de wat langere termijn beleggers, ik denk nu ook bijvoorbeeld eventjes aan een SJ die ik regelmatig voorbij zie komen, die volgens mij wel interesse heeft. Ja, als jij corrigeert me als ik het niet goed heb, maar ik zou zeggen van, ja, probeer erover na te denken om te gaan in de komende tijd te gaan instappen. Dat geldt natuurlijk voor meerdere mensen waarvan ik het idee heb van, je staat aan een zijlijn, je weet dat de bodem dichtbij is. Hou een vinger aan de pols, want zover zitten we niet meer af van de markt. Zie je hem niet? Wat Hans zegt, zie je hem niet. Is dit nu zichtbaar, Jan-Robert? Even kijken. Ja, we hebben nog steeds een grafiek, hè? Grafiek zien we. Oké, Hans zegt, ik zie SJ niet. Oké, nou, dat kan. Dan is hij weg. Maar in ieder geval geldt het ook niet specifiek. Het gaat natuurlijk voor meerdere mensen die interesse hebben. Kijk, Bitcoin blijft de beste investering van het afgelopen decennium. Dus even wat meer globaal perspectief. Het is de beste belegging van de afgelopen 10 jaar. Alleen het gaat met pieken en dalen. En de dalen zijn regelmatig 85%. En dat schrikt mensen af. En daarna stijgt het weer met duizenden procenten. Maar als je niet instapt, ja, als je niet meedoet, ja, dan maak je ook die enorme rendementen niet. Dus zorg in ieder geval dat je een stukje exposure hebt naar de cryptomarkt. Het is ook afhankelijk van je risicoprofiel en dergelijke hoeveel. Dus daar kan ik niks over zeggen. Aangezien ik niks weet van jullie persoonlijke situatie. Hè, jullie, waar jullie staan qua leeftijd, et cetera. Het zijn allemaal dingen die een beleggingsadviseur zou kunnen inventariseren. Maar over het algemeen weet ik dat Bitcoin waarde toevoegt in de zin van een risico- en rendementverhouding van het totale portfolio. Dus in mijn ogen is Bitcoin voor iedereen een interessante belegger. Alleen de beweging, het percentage van de Bitcoin, ja, dat varieert van hoe de rest van je portfolio eruit ziet. En ook van andere persoonlijke factoren. Maar goed, ik denk dat we nu redelijk richting de bodem gaan. Misschien nog een uitschieter naar 12.000. Dat zou natuurlijk nog wel een daling betekenen vanaf dit niveau van zo'n 35%. Nogmaals, wil je zelf je risico verminderen, dan zou je kunnen overwegen om een abonnement te nemen op mijn systeem. Ik heb een mooie package deal ook gemaakt. Ik zal even kijken of ik die nog ergens kan vinden. Het is alles in één pakket. Als het goed is, moet je die nu er ook in slingeren. Nou, ik zal deze ook meteen even in de chat zetten. All inclusive of niet? All inclusive resort. Ook met drinken erbij of niet?
Voor jou wel, Jan-Robert. Mooi. Als je dat kunt zelf gaan, dan heb ik voor jou een all-inclusive pakketje. Dat is presenteren en drinken tegelijk. Wat vind je daarvan? Precies. Maar ik hou dat even bij water en ja. Ja, dus via alles in één pakket krijg je dus niet alleen de signalen, ook een stukje ondersteuning van mijn kant uit, een stukje educatie. En we hebben een unieke garantie dat wanneer je binnen 12 maanden niet je pakket eruit hebt van $1500, dan krijg je gewoon de dienstverlening net zo lang totdat je winst hebt. Dus probeer gewoon ervoor te zorgen dat je investering gewoon een goede investering is, zodat je daar in ieder geval ook winst mee gaat maken. We kunnen natuurlijk nooit winsten garanderen, maar we kunnen wel garanderen dat wij ons pakket blijven aanbieden totdat je winst hebt. Zijn er op dit moment nog vragen? Verwachten jullie dat als er oorlog is in Oekraïne voorbij is, Bitcoin weer omhoog schiet over een jaar of twee, omdat men dan weer vertrouwen krijgt in de markt? Nou Gerard, ik denk dat je nu iets te veel nieuws trading zou kunnen doen. Ik denk dat op een gegeven moment dat er zoveel verschillende nieuws events zijn die allemaal de markt kunnen gaan beïnvloeden. En we hebben het natuurlijk over, natuurlijk is er een oorlog, maar we hebben ook een energietransitie, waardoor we de vraag en aanbod in de energiemarkt verstoord is, wat weer leidt tot inflatie. Er zijn tal van macrothema's die we kunnen benoemen. Alleen het mooie is dat alles uiteindelijk zijn weerslag vindt in de prijs. Dus wat ik gewoon doe is aan de hand van de prijs, waar alle informatie natuurlijk in samenkomt, de trend analyseer en op basis daarvan handel. Dus op elk moment in de tijd zijn er tal van nieuwsberichten die relevant zijn en die uiteindelijk de prijs bepalen. En wat er over 2 jaar weer voor thema is, ja, ik weet het niet. Maar ik ga niet 2 jaar wachten. Ja, Theo zegt terecht, tegenwerking van overheid en toezichthouders. Ja, jongens, ik denk dat we wel 1000 thema's kunnen gaan benoemen die de koers beïnvloeden. Ik denk alleen dat als je op deze manier naar de markt kijkt, dat je altijd verlies gaat maken. Want wat je dan gaat doen, is je gaat bij wijze van spreken de krantenkoppen lezen om jouw sentiment te laten bepalen. En uiteindelijk loop je op deze manier altijd achter de markt aan. Dus Gerard, mijn oprechte advies is, ga niet op deze manier met de markt om, want het is een strategie die die verlies gaat opleveren. Dus probeer op een veel gestructureerdere manier te investeren. Theo zegt, kijk naar je grafiek. Ja, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. Pak of, zeg maar, goede signalen, of ga bijvoorbeeld elke maand een stukje Bitcoin kopen, of doe dat op een wat nog slimmere manier. Nou, die slimmere manier ga ik nu niks over vertellen. Dan kom ik binnenkort voor mijn klanten, heb ik daar een Die gaan dat er gratis bij krijgen. Ik noem het Smart DCA. Jan-Robert, is er nog iets wat jij wil toevoegen? Niet echt. Ik zou zeggen, ja, zorg dat je wel een goede strategie hebt. En laat je gewoon niet door de baan van de dag leiden. En ik zou zeggen, gewoon probeer gewoon een search voor ons uit. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Dus kijken volgende week. Deze week staat op het programma. Even kijken hoor. Het is nu de 10e. Ja, morgen doe ik weer de crypto met Bitcoin trading. Dus intraday trading. Eigenlijk is op 1 minuut basis. Met andere altcoins ook. En dan woensdag is Ronald de Zoete met de energietransitie. En dan aanstaande donderdag en vrijdag komen in ieder geval Menko weer aan bod. Enerzijds met Harry en later ook met nog een keer Harry. Er wordt een Harry en Menko show. En mag ik jou weer danken, Tom. Volgende week maandag weer same place, same time. Mag ik jullie weer bedanken? Ja, Theo zegt nog eventjes tenslotte, er komen economisch slechte tijden aan. Dus kijk goed naar waar je in... Even kijken hoor. Kijk goed waar je in belegde energiegrondstoffen en Bitcoin bieden kansen. En Christophe zegt dankjewel, Tom en JR. Ja, Christophe en alle Christophe. Andere luisteraars, jullie ook bedankt voor jullie aanwezigheid en aandacht. Mochten jullie vragen hebben, neem even contact op met Jan-Robert of met mij.
En dan helpen we jullie graag. En anders tot volgende week en een fijne dag. Fijne dag. Dag iedereen. Welkom. Oké, vanochtend slot de Kelly link. Dus mocht je nog vragen hebben specifiek, feel free om even met mij in te plannen. En ik wens je heel veel succes en tot de volgende keer. Ciao. Morgen in 2 jaar, plots. Tot morgen, ciao ciao.